Leuk dat je kijkt naar de vierde aflevering van Fototips van de Roy Fotografie. We gaan het hebben over het fotograferen van vogels. Enige tijd geleden was ik in Peru, in de Colca Canyon, waar condors vliegen. En daar heb ik onder andere deze foto gemaakt. In de video licht ik een aantal instellingen toe die je kunt gebruiken bij het fotograferen van vogels. En die ervoor gaat zorgen dat jij betere en scherpere vogelfoto's gaat krijgen. Veel plezier bij het bekijken van deze video en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal, zodat je als eerste op de hoogte gebracht wordt van nieuwe video's die wij uploaden. Enige tijd geleden ben ik in Peru geweest en ben ik in de Colca Canyon geweest. En in de Colca Canyon, het is een geweldig gebied en je gaat daar tot 5000 meter hoogte. En wat daar heel leuk is om te doen, er zijn condors en ja, condors zijn enorme vogels, dus ja, dankbare onderwerpen om te fotograferen. We hadden geluk dat ze ook echt rondvlogen voor ongeveer 10 minuutjes en daarna bleven ze stilzitten op een rots. Maar in die 10 minuten heb ik verschillende foto's gemaakt en een van de foto's is deze geworden. Maar er zijn er nog wel een aantal andere. Maar ja, het fotograferen van vogels valt niet altijd mee en daar is deze video voor bedoeld. Ik wil je een aantal tips geven. Nou, uiteraard, vogels die vliegen zijn in beweging en om beweging scherp te krijgen is het nodig dat je sluitertijd snel genoeg is. Deze foto is bijvoorbeeld gemaakt met 1/800ste van een seconde, wat over het algemeen een prima sluitertijd is om beweging te bevriezen. Nou, verder is ze behoorlijk ver ingezoomd, dat kwam ook omdat ze ver van ons vandaan vlogen, dus dat was ook nodig. Diafragma heb ik ver opengezet. Ik vond het niet erg dat de bergen in de achtergrond onscherp zouden worden. En bij de eerdere foto's die je zag, ja, heb je alleen lucht als achtergrond, dus dan maakt het ook niet zoveel uit. Want het enige wat in deze foto scherp moet zijn, zijn de vogels zelf. Dus diafragma zo ver mogelijk open, dat zorgt er ook voor dat er veel licht in de camera komt, waardoor die sluitertijd lekker snel blijft. Nou, uiteindelijk de ISO-waarde heb ik wel ietsjes omhoog gezet om er gewoon echt zeker van te zijn dat er geen bewegingsonscherpte van de condors te zien zou zijn. Dus vandaar ISO 250. En ja, ISO 250 met de camera die ik hier gebruikt heb, de Sony A7R type 3. Die heeft eigenlijk geen ruis op ISO 250. Dus daar hoef ik verder niet bang voor te zijn. Dus ja, wat betreft de instelling is het dus heel belangrijk om een snelle sluitertijd te hebben. En ja, mocht dat niet lukken, ja, de ISO-waarde is altijd een hulpmiddeltje om de sluitertijd sneller te krijgen. Dus dat zijn de instellingen wat betreft de belichting. Wat verder nog belangrijk is, is de scherpstelling natuurlijk. Want ja, ze zitten over het algemeen niet stil. Dus je moet ervoor zorgen dat het goed scherp gesteld wordt. Nou, meestal fotografeer ik met één autofocuspunt en een zo klein mogelijk punt om zo precies mogelijk scherp te stellen. Maar met vliegende vogels kan dat best lastig zijn om dat ene kleine autofocuspunt echt op de vogel gericht te houden. Dus wat ik dan doe is, ik maak dat autofocuspunt iets groter. Steeds meer camera's krijgen die optie om, als je met één autofocuspunt scherp stelt, het autofocuspunt ietsjes groter te maken. Het vierkantje wordt dan iets groter, waardoor het makkelijker is om dat vierkantje op de vogel te houden. Dus dat is een aan te raden instelling betreft het aantal autofocuspunten. Dus eigenlijk nog steeds één, maar gebruik een iets groter punt, zodat de kans wat groter is dat je de vogel goed kan blijven volgen. En tenslotte de continue autofocus methode, dat is de scherpstelmethode. Die zorgt ervoor, als jij het punt op de vogel houdt en je houdt de ontspanknop half ingedrukt, dan zorgt die scherpstelmethode, de continue autofocus methode, ervoor dat die continu aan het scherpstellen is en continu de afstand aan het aanpassen is, mocht de vogel verder weg van je vandaan vliegen of dichterbij komen. En als jij dan de knop indrukt, ja, net daarvoor heeft de camera die scherpstelafstand nog aangepast, dus dan is de kans het grootst dat de vogel uiteindelijk scherp in beeld is. Dus ja, dat zorgt ervoor dat je scherpe foto's krijgt van vogels en dat zijn de instellingen die ik graag met je wilde delen in deze video. Hopelijk heb je er wat van opgestoken. Laat onder de video zeker even een reactie achter of je ook regelmatig vogels fotografeert. En mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze video, stel ze gerust. Wij beantwoorden ze graag.
Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende video.